Einde van de eerste ronde. We zijn dus op 13 ronden van het einde. Einde eerste ronde. Volgende ronde is er een premie. Volgende ronde krijgen wij een premie. Met al in tweede stelling zien we daar onder meer David Geldof. En dan hier het langgerekte peloton. Na 1 ronde wedstrijd. You promised me a moon. You promised me a miracle. But life can be so cruel. I put my trust in you. You promised me the moon. Hey, Simmy! You promised me a miracle. But I've been such a fool. To put my trust in you. I've been such a fool. En de ijsverschil dus met de koplopers ongeveer anderhalve minuut. Anderhalve minuut voor de koplopers. Deze wagenbus gaan we er wel luiden voor de laatste ronde. We zien in elk geval al de officiële wagen in de aankomst. Zullen we oppassen mensen nu bij het dwars van de weg. Laatste ronde ook voor de wagen hier met de rode vlag. Laatste ronde. Ah, pronostiek. Ik weet het niet. Christophe van Kouwenbergen daarbij. Vier man aan het commando. Ik zeg, we komen laatste ronde van de wedstrijd. Laatste ronde. Hier vooraan David Geldof in elk geval. Laatste ronde van de wedstrijd. Laatste ronde. Hartelijk dank voor de logistiek ondersteuning. Onastiek. We zien volgend peloton dat zich aanmeldt op zijn laatste ronde van de wedstrijd. En ook voor dit peloton, laatste ronde. Op 2 minuten 45, laatste ronde.
ronde van de wedstrijd. Lars. Salut, hè. Vleugel, ook eens onder de kont. Goldinste, die hebben vandaag namelijk veel werk gedaan tijdens deze wedstrijd. Maar niet te min dus aan alle Goldinste om tegenzin te hebben. Ja, hier een man die inderdaad alleen zegen zal in de wacht komen te slepen van de Form Lotto Sunnel formatie. De provinciale kampioen Stan Bewelf. Een applaus hier voor de tweede man Stijnenboog. Bjarne van Akkeren wordt hier derde. Hier komt Stefan van Kouwenbergen, maar dat die vierde gaat worden. David Gelder wordt in elk geval tweede van die spurt. Spurt die werd gewonnen door het nummer 109 van Tuur de Pre. Vijfde Tuur de Pre dus. Aandacht voor de renners. De eerste zes renners worden gevraagd naar de dopingcontrole. Er is dopingcontrole voor de eerste zes renners in de uitslag. Straat links en dan opnieuw links. En dat noemt de Hippodroomstraat. Ik kan jou even filmen, hè. Passeer. Met je auto. Ja, dat is een pas. Ik weet dat ik slecht beeld van mij. Ja, dat is niet waar. Dat is hier nou. Ja, dat is niet waar. 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 Oorlogbeker tegen Anderlecht. 4-0. Van Anderlecht. Ah, maar, hoe is het wel? Brugge. Weet je wie dat voor moet zijn? Ik denk. Dat was hij. Dat was hij. Ja. Maar ze een last aan. Kijk, ik ga het zien. Ik wil het niet. Ja. Wil je maar zwart opzetten? Ja. Ik wil het best wel. Ik wil het. In principe moet ik een beetje bij hem. Ja, ik zal dat beter. Ik moet een mooie beeld staan. Ik zou hem ook niet verkeerd. Je moet een beetje vat aan voor van de winter. Ja. Anders kun je het niet. Ja, maar nooit nieuws. Wat? Ik kwam eigenlijk vooral op de privaat. Hé, hey, fretten, dat heb ik niet met zijn. Dat is klein, hè? Zeg, ik zit toch hier. Ja, ik zie het niet. Die was een kleur aan die. Ja, hier, kom ik. Hij nog wist dat. Eigenlijk mocht dat niet zo. Bart van de Men, wat denk je van de wedstrijd van vandaag? Hij was er onder en achter. Ik heb eens de wedstrijd gezien vanuit een andere hoek. Ik moet zeggen, ik was wel volledig onder de indruk. Ondertussen heb ik ook al 3 maal moeten overgeven, want in de auto bij Ivan dat is niet zo evident. Het was ook een zeer bochtrijk parcours. Ik ben tevreden dat ik de ploeg eens op die manier aan het werk gezien heb, maar ik ben een beetje ontgoocheld in Kevin Cimerano, die liet zich 2 maal uitzakken, terwijl ik dit nodig vond. Maar ja, het was een leuke ervaring. Ik had een opdracht gekregen van de ploegleider, van iedereen hier, de vriend en iedereen op Abwek. Ja, maar ik denk dat hij het niet goed begrepen heeft. Maar je was hier niet, dus kan ik niet zeggen hoe dat was. Dat was een uur te laat. En nu ga je niet eens zeggen tegen de camera. Ik was een uur te laat. Is dat jij je vraag naar mij een banaan? Vroeger? Ja, wie? Ah, wie? Zit hem moi. Top 15 en de haal van Kasterlee. Ah ja, moet die nummer weer hebben? Zeg maar, kijk, top 15 en de haal. Ja, hier zeg het. Ga je nou maar even doen, hoor. Ja. Oké. Bakkie is nerveus. Waarom? Nerveus. Stoeltjes, is dat van Jon? Ja. Dat is een motor. Nerveus dat je was. Nee, praten. Nee? Je
Je was nerveus, hè. Een minuut gezwegen en daarom ben je nerveus. Ik wil het laten heen, dat we kunnen de eerste net hebben. Maar zo was het, is er niet onder meer. Oké. Alle, salutjes. Salut. Prette. Au revoir, au après-midi. Je ne comprends pas et je ne parle pas de français. Tout naar de volgende keer in de Berg sur Mer. Ja. Berg sur Mer, hè? Oké. Ja, van de rust en van de andere. Maar nu speelt het voor de